Goedemiddag, ik zal me even voorstellen. Ik ben adjudant Mario Petit. Ik ben werkzaam in Reek. En Reek, dat is een dependance van het genieopleidingscentrum wat in Vught gestationeerd is. En in Reek zit eigenlijk de school waar wij voor heel defensieopleidingen vrijwel alle defensie-demolitieopleidingen geven. Nou, dan moet u denken aan de landmacht, de infanterie, de genie, maar ook het korps mariniers, de special forces van de commando's, de special forces van de mariniers. Iedereen komt een deel van hun demolitieopleidingen bij ons halen. Dus we hebben best een hele hoop kennis om het, als het gaat over het werken met explosieven. Ja, dus daar kunnen wij best wel iets in betekenen. Mocht er iets gedaan moeten worden met het realiseren van een dijkdoorbraak met explosieven. Daar kunnen wij zeker wel iets in betekenen. Waar wij op dit moment heel weinig kaas van gegeten hebben, is in het opblazen van dijken. Specifiek dijken. Of wat de effecten zijn van explosieven in de omgeving van dijken. Want dan mogen wij namelijk normaal niet oefenen, want dan zijn ze bang dat die dijken kapot gaan. Helemaal terecht in Nederland natuurlijk. Dus voor ons is er ook zeker wel wat te halen. Dijkdoorbraak realiseren met explosieven. Als ik zelf even ga denken, nou, wanneer zou dat van toepassing kunnen zijn? Nou, een van de zaken is net eigenlijk ook al gezegd, het inunderen van een polder. De dijken staan op doorbreken en als we hem daar kapot maken, stroomt die kant op en dan gaat daar de stad niet onder water. Of iets dergelijks. Daar zie ik echt wel een toepassing in. Dan kun je natuurlijk afvragen van, ja, hoe ga je zo'n dijk dan opblazen met springstof? Ik heb op de bovenste foto staat een hele grote explosie met een hele grote vuurbal. Dat is een detonatie gewoon in de grond die omhoog komt. Dan kun je natuurlijk afvragen, als je dat met een dijk gaat doen, die al ten aan zijn rand toe vol met water staat aan één kant, helemaal doorweekt is, verzadigd waarschijnlijk, in hoeverre ga je daar nog springstof op dat moment in die dijk krijgen? Op het moment dat we daar gaan boren, misschien stort hij wel onder onze voeten in. Zeg, ik heb niet zoveel verstand van dijken, maar dat zou ik me zomaar voor kunnen stellen. Ik weet ook niet in hoeverre het te voorspellen is dat als er een inundatie met springstof op een dijk gedaan zou moeten worden, of het van tevoren te bepalen is, dan gaan we dat stuk dijk eruit springen. Mocht het voorkomen, het water begint te stijgen, de ellende gaat omhoog, dat we van tevoren kunnen bepalen, oké, dat stuk dijk gaat eruit. Dan zou je natuurlijk al voorbereidingen kunnen doen voordat het te laat is. Misschien kunnen er zelfs wel bouwkundige voorbereidingen gedaan worden aan die dijk, dat er bijvoorbeeld al pijpen ingezet worden waar dan het leger alleen maar de springstof in hoeft te kiepen om in geval van nood daar die dijk op te blazen. Ik ben gewoon een beetje aan het brainstormen. Ik voorzie zelf wel problemen met een dijk die echt op knappen staat om er dan nog springstof in te krijgen. Dat zal echt niet meevallen. Dus misschien is wel voor ons wel interessant om een keer uit te proberen. Waar wij ook weinig gegevens van hebben, we hebben het explosief, we hebben allerlei tabellen wat ook schokgolven en de gasdrukwerken van een detonatie, wat dat op de omgeving doet, op bestaande infra. En wij kunnen zo uit een tabel aflezen, als ik 20 kilo springstof hier laat detoneren, in hoeverre in de omgeving gaan alle ruiten eruit, of stort er een muur in, of stort het hele gebouw in. Die gegevens hebben we allemaal. Gegevens met dijken in zwaar met water verzadigde grond hebben we niet. Dus in hoeverre is een dijk kwetsbaar voor het werken met explosieven in de buurt van een dijk? En dan komen we ook al snel op deze hier, het opruimen van oude explosieven. Dat is niet speciaal een taak die wij bij de genie doen, maar dat is een taak die hoort bij de explosieve opruimingsdienst. Maar die hebben ook in Zeeland, ik zei het daar regelmatig, dat er nog wat munitie uit de Tweede Wereldoorlog aan vliegtuigbommen, landmijnen en weet ik wat allemaal opgeruimd moet worden. En ik kan me best voorstellen dat de explosieve opruimingsdienst ook zeker wel interesse heeft. Wat doet dat nou, het middelste plaatje? Wanneer die bom, stel die ligt op 200 meter van een dijk. Wat gebeurt er met die dijk als de EOD daar die bom laat detoneren? Stel dat die zo instabiel is dat ze hem niet kunnen verplaatsen naar een andere locatie. Dat kan voorkomen. En ik weet ook niet hoever de EOD daar meetgegevens van heeft. Ik vermoed ook niet zo heel veel. Wij hebben ze in ieder geval, bij de genie hebben we ze niet. Waar we ook interesse in hebben is kijken naar hoe kunnen we dan effecten op de omgeving reduceren. En de omgeving, spreek ik nu met name over die dijk dan. Als het toch moet gebeuren, wat kunnen we dan doen om de dijk te beschermen en eigenlijk te zorgen dat hij zo min mogelijk schade heeft. Zowel van de schokgolven niet, als van de uitworp van de grond of scherven die rondvliegen of weet ik wat allemaal. Want er zal ook wel het een en ander aan stroomleidingen, infra, etc. op dijken aanwezig zijn. Dat zal ook beschermd moeten worden tegen
Tegen de effecten van een detonatie. Nou, een van de middelen die we daar bijvoorbeeld voor hebben zijn springmatten. Op het onderste plaatje. En dat zijn eigenlijk gewoon oude afgekeurde autobanden die met staalkabels aan elkaar gemaakt zijn. Die we over bepaalde locaties heen kunnen leggen waar springstof onder zit. En in dit geval ligt hier een heel grote betonblok ligt eronder. Wordt allemaal met milliseconden ontstekers tot detonatie gebracht. Zodat we eigenlijk een hele grote hoeveelheid springstof, die allemaal heel kort achter elkaar detoneert. Waardoor de uiteindelijke schokgolf en schade echt minimaal is. En met behulp van die springmatten zal ook de uitworp naar de rest van de infra in de omgeving, zoals die brug die daar op de foto ernaast ligt, zal niet een nauwelijks schade hebben. En ook dat is voor ons wel interessant om dat eens te proberen. Of dat ook in de buurt van dijken gaat werken. Ja, modelleren, beproeven en logistiek. Allemaal dingen met springstof doen voor dijken. Ook wanneer het echt nodig is. Wanneer er echt een stuk van een dijk misschien kapot gesprongen moet worden. Dat is een prima plan. Alleen nou de praktijke uitvoering nog. Vanavond staat het water hoog. Er komt een belletje binnen. Die dijk moet er nu uit. Want anders dan stroomt God weet wat onder. Yo, waar haal je de springstof vandaan? Waar ga je het opslaan? Welke militaire eenheid wordt er dan van zijn bed afgetrokken? Hoe gaan we dat allemaal transporteren? Wie gaat daar de leiding hebben? Waar ligt het plan wat we dan daadwerkelijk gaan uitvoeren, enzovoort, enzovoort. Nou, dus om dit soort zaken echt goed te doen, zal er echt een gedegen plan van de hele logistieke keten ook gemaakt moeten zijn. Ja, en ook een eenheid misschien wel op stand-by moeten staan, die dan eventueel uit gaat voeren als het dan echt maar toch moet. Want als dan de hele militaire bureaucratie door moet en er is niks geregeld, dan gaat er ook niks gebeuren. Maar zo werkt het nou helemaal. Want dan gaat de ene commandant de andere bellen en eer dat dan ik bijvoorbeeld bij die dijk staat, dan zijn we wel even verder. Dus tot zover eigenlijk de input over het onderwerp detonatie. Ja, er zijn zeker voor ons ook heel veel leerwinsten eruit te halen. Heel veel data waar we echt iets mee kunnen. En daarentegen kunnen wij met onze kennis op het gebied van explosieven en ook dat we daadwerkelijk ook dingen met explosieven kunnen en mogen daar als de vergunningen gegeven worden. Dat is natuurlijk ook wel een toevoeging voor het hele beproevingstraject, denk ik. Dank u wel. Had je dan, mag ik nog iets vragen? Oh ja, jazeker. ijsdammen, kunt u daar ook... we hebben in Nederland... in 1800 was 9 van de 10 dijkdoorbraken kwamen door ijsdammen. Ja. Vorige eeuw is het steeds minder geworden. Hè? Rond 1900 had je geloof ik 30 dagen die onder de 5 graden waren, het watertemperatuur. Rond 2000 had je een dag of 4, 5. Nu gaan ze in Duitsland alle kernenergie en alle kolencentrales afkoppelen. Dus ze verwachten dat de gemiddelde temperaturen van de Rijn weer 4, 5, 6 graden omlaag gaat. Nou, dan heb je best wel weer kans op ijsdammen in de Rijn. Nou, sinds 1956 op Haringvliet is de laatste constructie waar we überhaupt nog met van die ijsdingen punten voor de dijken. Dus alle bruggen, alle sluizen, alle stuwen zijn niet meer ontworpen om ijsdammen tegen te gaan. Dus daar komt er iets op ons af waar we niet weten hoe groot het is. Maar kan je daarmee, hè, want dan kan je dus niet preventief, wat we liefst willen, preventief ijsdammen vangen. Maar is dan zoiets als detoneren van ijsdammen, is dat een optie? Kunt u daar iets mee als defensie? Ja, daar kunnen we zeker iets mee. Het springen van ijs is zeker een optie. We kunnen het hier in Nederland helaas bijna nooit beoefenen, omdat we bijna nooit geen ijs hebben. Maar we hebben wel mensen die daarin opgeleid zijn om dat te kunnen doen. Om dat uit te kunnen rekenen, om daar ladingen te plaatsen en dat gecontroleerd ijs. Bijvoorbeeld de haven van Rotterdam is dichtgevroren om dat open te springen, dat er weer een schip uit kan. Zonder dat die brug erin gaat, jazeker. Ja, dat is mogelijk. En dat kun je inderdaad niet voorbereiden, want je weet van tevoren niet waar het ijs ligt en hoe dik het is enzovoort. Maar dat is zeker mogelijk, ja. Ja. Nog meer vragen? Nee, dank u wel. Zijn er nog... Vooral het opladen van oude munitie, daar zijn recent mee geconfronteerd. En daar blijken we heel weinig kennis over te hebben. Dus we weten bij God niet hoe we die omgevingseffecten kunnen verminderen. Is daar interesse in vanuit de dijkenwereld om daar meer kennis van op te bouwen? De burgemeester had besloten deze eentje om inderdaad iets van dat formaat in de binnen tegen de dijk te leggen tot jullie collega's langs zou komen. Ik werd toch een paar van mijn collega's lichtelijk nerveus. Dus ja, daar is wel belangstelling voor, vrees ik. Ja. Oké.
Je hebt nog 5 minuten, man. Ja, we zijn ook eigenlijk gewoon door het verhaal heen, want wij hebben ons in de voorbereiding eigenlijk op die 3 aspecten gefocust die bij ons heel snel naar voren kwamen. En bij jullie vooral ook halen van, joh, waar denk je nog meer aan? We hebben wat proeven gedaan met een infraroodscan, met een grondradar. En proeven zijn altijd succesvol, want het levert altijd iets op. Ook als je ze niet kunt gebruiken, dan weet je dat. Dus ja, er zijn best wel wat mogelijkheden. Wat we wel ook gezegd hebben, van, we vinden het een hele mooie kans om vanuit Defensie aan te haken bij zo'n eigenlijk toch civiel geïnitieerde proeftuin. Om daar samen in op te trekken, ook samen met onze Belgische partijen. En daar die meerwaarde te gaan creëren, ook voor onszelf. Hè. Zoals Mario net al aangaf, van, ja, zelf hebben we ook wel kennisvragen die we opgelost willen hebben. En dat in die samenhang oppakken, dat vinden wij gewoon heel mooi. Ik denk dat er ook een hele mooie stap voorwaarts is ten opzichte van de al gebruikelijke samenwerking. Dus ja, eigenlijk is nu het woord aan jullie om nog eens aan te geven, als je dit gehoord hebt, zie je nog aanvullend op dit mogelijkheden nu? Heb je nog nieuwe ideeën? Niet zozeer op deze proeven, maar in crisissituatie is communicatie zeg maar altijd een hele zwakke schakel. En ik denk juist op het gebied van communicatie hebben jullie enorm veel ervaring. Dus ik denk eventjes in de rol van een backup voor een communicatiesysteem. Zeker als het gaat om wat grootschaliger evenementen of bijzondere omstandigheden of calamiteiten. Is dat volgens mij in de keten nog een hele zwakke schakel waarin jullie sterk zouden kunnen zijn? Okay. Ja. Ja, Kees? We hebben toen met jullie geoefend bij Marken en toen hebben we zo'n hele zware noodpomp met zijn aggregaat verplaatst. En ik kan me voorstellen dat een ondergelopen polder, dat je op een bepaald punt juist een paar pompen wil hebben waar een waterschap geen materiaal voor heeft om ze daar neer te zetten. Want verder dan de dijk kunnen wij niet komen. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik denk voldoende mogelijkheden. Alleen waar je eigenlijk in zo'n heel onderzoeksprogramma altijd tegenaan loopt, is dat je niet genoeg geld hebt. Dus we geven jullie nu geld en jullie mogen kiezen. En Paul weet precies hoe jullie dat gaan doen. Nou, de eerste vraag is, we hebben 3 onderwerpen zelf bedacht. Die Destifender, de penetratie en de detonatie problematiek. Is er nog een 4e onderwerp waar we het hier algemeen over eens zijn wat nog mee moet rennen uit de dingen die hier genoemd zijn? Ik had niet het gevoel dat er nog dingen zijn die zeggen, nou, die... Maar het... Die noodsluiting. Ja, dat is die berichtgeving. Oké, dan doen we de noodsluiting doen we erbij. Gewoon, dan heb ik daar 4 boxen staan. Met 4 onderwerpen. Ja, we hebben bijna geen tijd meer, dus... ik heb zelf gedrukt. Een paar miljoen euro liggen. Iedereen krijgt 40.000 euro van zichzelf. U krijgt een visitekaartje bij u. Dat is 20.000 euro waard. U krijgt 60.000 euro. Voor de mensen zoals ik, visitekaartje vergeten zijn, of überhaupt niet meer hebben, je mag er zelf eentje schrijven. Ik heb papiertjes bij me, geen pennen. Ik heb 4 boxen. U verdeelt uw 60.000 euro, verdeelt u over die 4 boxen. Het penetratieonderzoek heeft het slechtste gescoord met 60.000 euro. De detonatieonderzoek, 3e plaats, 230.000 euro. De Breast Defender, 260.000 euro. En tenslotte de noodmaatregel heeft gewonnen met 300.000 euro. Dus iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. En prettige dag verder.